Caserne Dossin bewaart meer dan 3 miljoen scans van documenten en foto's over de Holocaust in België. De eigen collectie van Caserne Dossin bestaat uit duizenden originele documenten, foto's en voorwerpen. Zowel de scans als de originele kunnen bekeken worden in de leeszaal van Caserne Dossin. De originele documenten en foto's die Caserne Dossin heeft, worden bewaard in een geacclimatiseerde archiefruimte. Dit is een voorbeeld van een van de voorwerpen die Caserne Dossin bewaart. Het is een pop die in 1943 in het kamp is gemaakt door een van de gevangenen, Lon Landau, om de Joodse kinderen in het kamp te entertainen. Dit is een wapen gebruikt door de Joodse verzetstrijder Alexandre Gourari bij de bevrijding van de haven van Antwerpen in september 1944. De documenten die Caserne Dossin bewaart zijn heel divers. We hebben dagboeken, persoonlijke brieven, we hebben poëziealbums, documenten van verenigingen zoals de Jodenvereniging. In deze doos bewaren we identiteitskaarten. Sommige zijn echte, andere zijn vals. Hier zien we bijvoorbeeld de identiteitskaart van Maria Majerovic. Vanaf 1941 kregen alle Joodse identiteitskaarten een rood stempel. Bij aankomst in de Dossin-kazerne moesten alle Joden hun zakken leegmaken en hun documenten afgeven. Dat archief heeft Caserne Dossin een depot. Hier in deze doos zitten enveloppes voor elke Joodse gevangene één. Dit is een enveloppe van Nachman Cohn en zijn echtgenote Frida Eisenberg. We vinden hierin onder andere een bewijs terug dat Frida te werk gesteld werd door het Duitse bedrijf Lustra. Al deze documenten zijn zeer fragiel en zijn daarom ook gedigitaliseerd. De enveloppen bevatten ook in veel gevallen de identiteitskaarten van de opgepakte personen. Caserne Dossin bewaart onder andere de interviewcollectie Johannes Bloem. Dit zijn meer dan 1300 getuigenissen, vaak van mensen die vandaag al overleden zijn. Het zijn gedeporteerde Joden, onderduikers, maar ook verzetstrijders. Onze fotocollectie bevat heel wat originele beelden die het Joods leven tonen in België, zowel voor als tijdens de oorlog. Alle foto's en documenten die Caserne Dossin bewaart, zijn ook gedigitaliseerd en kunnen dus in de leeszaal bekeken worden. Heel wat Joodse families vertrouwden hun archief al toe aan Caserne Dossin. Bij ons worden deze documenten gescand en vervolgens zuurvrij verpakt, zodat ze voor lange tijd kunnen worden bewaard. Dit is het unieke dagboek van Maurice Strauch, die ondergedoken de oorlog overleefde.